Eindhoven Airport bestaat op 10 september precies 80 jaar. Een verjaardag die niet echt gevierd werd. De Koninklijke Luchtmacht vierde haar 80ste verjaardag wel. Toen nog op vliegveld Weldschap. Een verslag uit het Stadsjournaal van 1993 uit de archieven van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Dat deze plek zich uitermate goed leent voor grote evenementen wordt met enige regelmaat ook bewezen door Defensie met de vliegfeesten. Een voor Eindhoven recordaantal van 200.000 bezoekers is gekomen om de 80ste verjaardag van de Koninklijke Luchtmacht hier mee te maken. Attractie nummer 1 is de Stealth Jachtbommenwerper, een supergeheim gehouden vliegtuig dat op enige afstand bezichtigd kan worden. En heel even in de lucht voorbij schiet en vele kijkers, en wellicht ook de radar, te vlug af is. Eenmotorige vliegtuigen zijn nog steeds dé stunttoestellen bij uitstek. In 1932, bij de opening van Weldschap, waren ze er ook. Op toen werd er een vliegshow gegeven, een week lang. In dat jaar staan er alleen nog tenten rondom het onverharde vliegveld. De Eindhovense Zweefvliegclub en de Noord-Brabantse Aeroclub zijn de enige vaste gebruikers. In 1933 wordt het schuurke van de Eindhovense motorvliegers gebouwd en in 1935 het stationsgebouw. Pas met de mobilisatie in 1939 heeft ook de luchtmacht er een plek, maar moet die kort daarna afstaan aan de bezetter. Na de oorlog verplaatsen baan en gebouwen zich steeds meer naar het noorden. Ook veel gebruikers zijn mee verhuisd of hebben zich daar nieuw gevestigd. Zo zitten de motorvliegers van de Eindhovense Aeroclub nu met hangars en een eigen verkeerstoren aan de nieuwe baan. Stichting The Duke of Brabant is dit jaar gestart met het opknappen van de legendarische Oster. Het Philips vliegbedrijf heeft met het eerste vliegtuig van Frits Philips uit 1945 haar officieuze start gemaakt. De oude locatie is ingeruild voor een plek aan de nieuwe baan, waar nu 4 verkeerstoestellen worden onderhouden voor bedrijfsvluchten. Een nieuwe gebruiker van het vliegveld is de politie, die gewapend met een fototoestel en satellietnavigatiesystemen fotovluchten uitvoert en zo regionale milieuovertredingen opspoort. De vliegbasis Eindhoven is aangewezen voor transporttaken van Defensie. De F-16 straaljagers verdwijnen hier in april 1994 en maken plaats voor onder meer 2 Hercules vliegtuigen. De F-27's blijven. Voor vredesoperaties worden ze ingezet, zoals de vluchten dit jaar naar oorlogsgebieden in voormalig Joegoslavië voor het transport van gewonden en oorlogsslachtoffers. Ook prins Willem-Alexander, die hier zijn opleiding voor piloot op de F-27 krijgt, maakt enkele van deze vluchten. Door de herindeling zijn het vliegveld en bedrijventerreinen per 1 januari 1994 Eindhovens grondgebied. De naam Weldschap verdwijnt en zal op den duur overal vervangen worden door Eindhoven Airport. Wat er met het leegstaande oude verkeersgebouw en met het eerste verenigingsgebouwtje van de motorvliegers gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Defensie is nu nog eigenaar, maar zal het terrein met gebouwen mogelijk in de nabije toekomst van de hand doen.